Gerard, waar zijn we vandaag? We zijn vandaag op Partner Rugby, zoals je ziet. Het is een groot onderdeel van mijn leven. Ik ben begonnen toen ik klein was. Mijn vader heeft altijd voetbal gespeeld bij Sparta. Dat is ooit opgericht als cricketvereniging. Zodoende ben ik gaan cricketen en tot mijn 16e jaar ben ik gaan rugbyen in Amstelveen. Later bij de Rotterdamse rugbyclub. En 5 jaar geleden kwam dit veld klaar, zoals je ziet. En hebben we Sparta Rugby opgericht. Daar ben ik mee, een van de medeoprichters van. En dat is een uitkaartplek voor mijn leven, zeg maar nu. Waar ik een hoop tijd in steek. Speel je zelf nog? Nee, helaas. Tot 3 jaar geleden heb ik hier nog wel gespeeld. Maar vanwege mijn gewicht heb ik dat overgewicht heb ik dat gewoon moeten laten gaan. Wat ook wel wat ik heel erg jammer vind. Dus ook wel motivatie nu om wat aan het gewicht te doen, zeg maar. En het hopelijk toch wel weer op te pakken zodra dat het toe gaat. Wat is jouw persoonlijke doel? Ja, dat is om hopelijk een soort weer mee te kunnen draaien. Maar bovenal is mijn gezondheid gewoon het belangrijkste. Mijn normale gewicht en gewoon een gezonde leefstijl mee na te houden. Zie je vergelijkingen tussen het rugby en fitness? Nou, ik denk op bepaalde momenten wel. Zeker, dat is niet zozeer het fitnessen, maar wel de samenwerking die je met een personal trainer hebt, zeg maar. Het voor elkaar willen strijden. Dat is wel heel herkenbaar wat je hier op het veld ook, waar het echt hoofdzakelijk om draait. Ja, dat moet ik zeggen. Daar zou de rol een keer voor gedraaid.